Goedemiddag. Mijn naam is Jan van Lieberg van het bedrijf Sky. Ik ga de presentatie samen met Jasper Mink geven. Jasper zal dadelijk het tweede gedeelte voor zijn rekening nemen. Ja, het is een mooie dag ook voor ons. We zijn al een paar keer langsgekomen in de verschillende cases die hier zijn gepresenteerd. Ik ga even kort het bedrijf Sky presenteren. Waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. En Jasper zal zich wat meer concentreren op het Sophia-strand en andere projecten waar met geodata goede informatie is ingewonnen en mooie plaatjes zijn gemaakt. Het bedrijf Sky bestaat als Sky vanaf februari 2013. Daarvoor was het al een onderneming die in een andere vorm is opgestart. We zijn op een gegeven moment gelieerd aan het bedrijf Diep uit Amsterdam. Dat is een hydrografiebedrijf. Zij meten onder water van alles in. En het 1-2'tje is natuurlijk heel snel gemaakt. Daar waar zij vastlopen kunnen wij het vanuit de lucht overnemen en complete plaatjes maken. Los van de samenwerking met Diep, de geopoot van Sky, hebben we ook een inspectiepoot. Alle plekken die moeilijk benaderbaar zijn, die gevaarlijk zijn om te benaderen of die kostbaar zijn om stil te leggen voordat je er naartoe mag, kun je ook natuurlijk heel handig met een drone gaan bekijken en data inwinnen. Bedrijf Sky even heel kort, we hebben recentelijk kantoor in Engeland al geopend. Dit is even heel snel ook een stukje wet en regelgeving, hebben we al heel veel over gehoord. Wat ik daarvan wil zeggen, het is allemaal nog niet zo slecht. Als je je zaken eenmaal op orde hebt, kun je echt behoorlijk veel werk verrichten in Nederland. Er zijn TUG-vergunningen langsgekomen. Daar kun je ook een draai aan geven zonder dat je, dan hoeven ze je ook niet in de weg te zitten. Er zijn speciale ontheffingen te verkrijgen van het ministerie, van de ILNT. Als alternatieven gevaarlijker zouden blijken te zijn, dan kun je nog een case bouwen zodat je het wel met een drone, met een UAV mag doen. Zo hebben we de Brandaris op Terschelling geïnspecteerd. Midden in het dorp, in volle bebouwing, hebben we toch een vergunning voor gekregen. Wat voorwerk verricht door Sky Survey. Maar in ieder geval, de wet rekt op het moment ook een beetje uit. Er staan veranderingen op tilt. De CTR's gaan kleiner worden, je mag daar ook meer gaan vliegen. Dus er zit een positieve ontwikkeling in. Er komt steeds meer gebied vrij om met deze apparaten je werk te doen. Wij zitten dus in Nederland en in de UK. We hebben die bedrijfsontheffing, we hebben alle papieren op orde, we zijn verzekerd. We voldoen aan de operational manual eisen, et cetera, et cetera, et cetera. We zijn op het moment met drie piloten. We hebben wat deeltijd mensen die kunnen helpen als we een druk hebben. Twee hoofdpoten zijn de surveys die we verrichten en de inspecties die we uitvoeren. Daarnaast komt er het nodige foto- en filmwerk bij ons terecht als we daar toch eenmaal in de lucht hangen. Want dat levert mooie plaatjes op. Ondertussen zijn we in veel landen in Europa actief geweest en werken we ook heel geregeld in Afrika. We hebben daar op het moment drie man in Angola zitten. Die zijn kuststroken en schiereilanden in beeld aan het brengen. Dus dat gaat ook al ver over de grens. Hier de dingen die we doen, de inspecties, de terreinmodellen. De virtual tours zijn 360 graden luchtpanorama's waarin je zelf zit en kunt rondkijken, inzoomen en overhoppen naar een ander punt waar dat gedaan is. En we hebben de Street View tours, dat is eigenlijk een soort Google Street View waarin je een heel traject kunt afleggen en vanaf verschillende punten kunt kijken. Onze vloot begint ondertussen best groot te worden. De Eagle, de microdrone is voor wat langduriger werk in wat gunstigere weeromstandigheden. Kan wat grotere oppervlaktes bestrijken. De Bird Eye, de fixed wing, kan nog groter. De Zenith, er zijn twee toestellen die in bestelling zijn op het moment. Die moeten nog meer wind kunnen aankunnen en waardoor je in meer condities zou kunnen vliegen.
En nog wat serieuzer hobbyspul, noem ik het altijd maar. Film- en fotoapparatuur. De bullseye zijn de 360 graden. En wat hier niet op staat is de optie die ook langs is gekomen, dat we met een bemand toestel, met de fototechnieken die we ook onder de UAV's hangen, dat we daar ook bemand mee kunnen vliegen. Dat we dus eigenlijk een goedkoop alternatief hebben voor de ouderwetse officiële bemande vluchten die hiervoor stonden. Dit hebben we eigenlijk allemaal gehad. Dus ga ik heel snel doorheen. De veiligheidssystemen, VCA-certificaten, al onze piloten zijn opgeleid volgens de regels. We mogen in Engeland en in Nederland helemaal goedgekeurd vliegen. Wat je dan ziet is, ik kreeg laatst een aanvraag uit Guernsey. Dat is dan gelieerd aan Engeland. Die keuren dat in één keer goed, doen niet moeilijk. Want in Engeland heb je die papieren en een permission to operate. En dan mag dat daar ook. En zo zal dat in Europa binnenkort steeds meer het geval zijn. Wet en regelgeving komt op één lijn. Dus als je op een bepaalde plek je papieren op orde hebt, gaat eigenlijk heel Europa voor je open. Dus daar zijn we nog niet. Maar daar moet het wel naartoe. Dit hebben we allemaal gehad. Ga ik verder niet meer op in, behalve dat die tug eigenlijk niet zo'n groot probleem is. De noodtoon moet je uitvaardigen. Dat kan soms ook sneller dan 5 dagen. Dus een maximale oproeptijd, zullen we zeggen, om werk uit te voeren, dat kan maximaal 5 dagen zijn. Binnen 5 dagen kunnen wij ergens operationeel zijn, mits het weer het toelaat. Dit is die bedrijfsontheffing en een voorbeeld van een NOTAM. Even heel snel door foto en film. Dat zijn plaatjes, dat zijn een soort bijproducten voor ons. We hebben grote opdrachten in Nederland, onder andere voor de Nederlandse aardoliemaatschappij, om een heleboel locaties in beeld te brengen. Die meten we in vanuit de lucht en daar maken we luchtopnames van voor een eigen GIS-systeem. Daar zijn dit een paar voorbeelden van. Daar kan door het personeel van de NAM online naar worden gekeken, worden ingezoomd. Er kan worden gekeken wat voor materiaal daarop staat en wat ze mee moeten nemen. Dit is zo'n 360 graden luchtfototour. Dit is een golfbaan, daar kun je naar verschillende punten. Je kunt labels eraan hangen aan de verschillende courses die er zijn. Geeft wel mooie overzichtsplaatjes. Dit is een voorbeeld van de Street View. Dat is eigenlijk Google Street View. Daar kun je in. Dit is bijvoorbeeld een camping in Kroatië. Mensen wilden voor hun gasten alle huisjes mooi inzichtelijk. Daar kun je naar bepaalde punten stappen. Dan kun je 360 graden om je heen kijken. Leuk. Hier hebben we ons bemand systeem. Dat is eigenlijk gewoon een fotocamera. Maar de piloot heeft een heel navigatiesysteem voor zijn neus. Waarin het grid gepresenteerd wordt en zijn locatie op dat grid te zien is. Zodat hij inderdaad zijn goede lijnen kan vliegen en geen gaten vliegt. Dat zou weer jammer zijn. Maar voor de rest is dat eigenlijk een relatief simpele oplossing die een heel goed alternatief biedt voor slecht weer en het vliegen met UAV's. Nou, hier hebben we ondertussen ook een filmpje voor gemaakt. Documentaire voor het Hoogheemraadschap. Ik dacht, die stop ik er even tussen. De meeste mensen zullen die kennen. Dan komen we op de inspectiepoot. Dan moet je aan dit soort locaties denken. Eigenlijk niet benaderbaar. Behalve met een onbemand toestel. Als dit stilgelegd moet worden voor een inspectie, dan kost dat tonnen per dag. Nou, dan maakt het niet heel veel uit om er een paar duizend euro tegenaan te gooien om een pre-maintenance inspectie uit te voeren of een eerste indruk te krijgen. We kunnen hier dichterbij komen, we kunnen enorm inzoomen totdat je echt allerlei dingen kunt zien die de mannen, die de inspecteurs graag willen weten. Infrarood is een optie, er komen weer hele andere beelden uit. Warmtelekken, wrijving kan daarmee zichtbaar gemaakt worden. Ook zeer nuttig en zeer breed toepasbaar. Dit zijn allemaal voorbeelden van plekken waarbij het zinvol is om een kijkje te gaan nemen. Dit is de Brandaris op Terschelling. Windmolens is een hele voor de hand liggende detailniveaus die we kunnen halen.
kranen, op schepen, de maritieme sector. Offshore is een belangrijke markt aan het worden. En dan kom ik nu bij de geo-afdeling, die voor jullie het interessantst is. En dan vraag ik Jasper om naar voren te komen. Goed, is, goedendag, mijn naam is Jasper Mink. Dit is dan een voorbeeld van een van de NAM-locaties waar wij ortofoto's en digitale treinmodellen voor opleveren. Naast digitale treinmodellen en ortofoto's leveren we ook nog 4 panoramatours aan. Dat wordt om elk hoekpunt van de installatie wordt er zo'n tour gemaakt, wat de gebruiker de mogelijkheid geeft om eigenlijk de installatie vanuit elke hoek te bekijken en op in te zoomen. Daarnaast is dit een voorbeeld van een digitaal treinmodel wat we hebben gemaakt in Angola, in de hoofdstad Luanda. Dus voor de overheid daar, die wilde weten eigenlijk wat UAV's konden betekenen voor hun. Al die data die proces ik in verschillende verwerkingsprogramma's die we daarvoor gebruiken. En dat is altijd erg interessant, want je hebt er heel erg... Je krijgt er modellen uit voort die echt waarde hebben voor de klant. We hebben dan een DTM van een steengroeve in Noorwegen. Zoals je ziet is de kwaliteit ervan erg hoog. En geeft dat weer de mogelijkheid om volume berekeningen uit te halen. Zoals al eerder gezegd is er wel een kanttekening bij van hoe nauwkeurig is zo'n volumebepaling dan. Maar vergeleken met RTK is in onze opinie is het ook wel... beter dan een RTK-meting, omdat je toch wel hebt te maken met interpolatie van de RTK-meting. We hebben een DTM van granietopslag. Daar hebben we dus verschillende ground control points gebruikt om het model eigenlijk in zijn absoluutheid in de werkelijkheid te plaatsen. Een ander project van ons is een digitaal hoogtemodel van een pier. En bijhorende bathymetrische informatie wat is ingewonnen door DIEP. Hier is nog een afbeelding van een digitaal treinmodel. En naast die digitale treinmodellen kunnen wij dus ook ortofoto's genereren. Die ortofoto's kunnen wij garanderen dat 1 pixel gelijk staat aan bijvoorbeeld 3 centimeter. Dat ligt eigenlijk aan wat de klant vraagt, wat voor nauwkeurigheid. En heeft ook heel erg te maken met de vlieghoogte waarop wij vliegen. Nou, de reguliere satellietresolutie met de nieuwste satellieten eigenlijk die voor het publiek beschikbaar zijn, heb je al gauw te maken met een ground sample distance van over 50 centimeter. En die ground sample distance houdt eigenlijk in hoe groot 1 pixel in werkelijkheid is. Bij de reguliere luchtfoto is dat eigenlijk ook niet heel erg veel beter. Ligt aan net wat voor camera er wordt gebruikt uiteraard. En drones vliegen veel lager, wat dus de mogelijkheid heeft om een ground sample distance van minimaal 2 centimeter of maximaal 2 centimeter te behalen. Waardoor je dus ook heel veel detail in de ortofoto's terug kunt zien. Dit is een project voor politie Genk in België. Die wilde kijken hoe UAV's konden bijstaan bij het reconstrueren of eigenlijk het vastleggen van verkeerssituaties. En daaruit kunnen wij dus ook een geometrisch gecorrigeerde ortofoto voor leveren. Daarnaast maken we dus de ortofoto-mozaïeks voor gemeentes die hun topografische gegevens in kaart willen hebben. Ook daar is weer ver op in te zoomen en heel veel details in zichtbaar. De lens die wij gebruiken is gecalibreerd. Wat betekent dat die eigenlijk... daar kunnen we eigenlijk voor instaan dat die geometrisch goed is voor het soort werk wat we uitvoeren. Voordat wij de lucht in gaan, moeten wij ground control points neerleggen. Het zijn eigenlijk bekende punten in het terrein die terug zijn te vinden op de ortofoto. Waarvan wij kunnen bepalen van dat punt daar op de wereld zit op die hoogte. En die meten wij uiteraard in met RTK-GPS voor de maximale nauwkeurigheid. Dat wordt gedaan door een landmeter. En hier wilde ik iets vertellen over Sofiastrand aan de Oosterschelde. Dat is iets waar Edwin Paré al iets over heeft gezegd. Het Sofiastrand ligt in Noord-Beveland, gemeente Noord-Beveland. Net naast Roompot Marina, het vakantiepark.
En voor een groot strandse pleetsieproject voerde Sky dus een aantal metingen uit. In dit geval was dat ons fixed wing drone, de Bird Eye. En eigenlijk het doel van het project is om een DTM te maken van het strand. En dat er dan tijdens de suppletie en na de suppletie opnieuw een meting kan worden uitgevoerd. Om daar dus een verschil uit te rekenen. En kijken waar het zand is bijgestort en hoeveel. Terwijl Sky bezig was met het neerleggen van 19 ground control points, heeft een landmeter van Rijkswaterstaat 157 losse hoogtes gemeten. En eigenlijk onze bevindingen naar het vergelijken van ons DTM ten opzichte van deze gemeten hoogtes kwamen uit op een gemiddelde afwijking van 34 mm. En dat is voor dit werk zeker goed genoeg. Wat we hebben opgeleverd aan Rijkswaterstaat is een oordfoto met een pixelresolutie van 3 cm en een DTM met een pixelresolutie van 6 cm. Een ander project waar wij betrokken mee zijn geweest in samenwerking met Diep is de pier van IJmuiden. Diep heeft daar met zijn surveyboot De Storm eigenlijk de bathymetrische informatie ingewonnen. Die hebben dat gedaan via een multibeam echo sonar. Geen flauw idee wat het is, maar dat is hun pakje aan. Dit is wel goed. Eigenlijk het doel van het combineren van deze twee bedrijven is dat Sky verantwoordelijk is voor eigenlijk alles wat boven water zit. En Diep verantwoordelijk is voor eigenlijk alles wat onder water zit. En doordat wij beide bedrijven bedrijven zijn in giswerk, kunnen die twee datasets mooi worden samengevoegd tot eigenlijk één 3D-model wat de gehele situatie heel goed weergeeft. We hebben hier op een vrij lage vlieghoogte gevlogen, rond de 50 meter. En het resultaat van die meting is dus dat het gehele model een afwijking heeft van 13 mm ten opzichte van 35 gemeten controlehoogtes en natuurlijk ook weer gemeten met RTK GPS. En we hebben dus een orthofoto opgeleverd met een ground sample distance, dus de pixelresolutie van 2,5 cm en een DTM van 10 cm. Jordi heeft het net ook gehad over de Slufter, natuurgebied. En die hebben wij dus volledig in kaart gebracht vanuit de lucht. De bedoeling was inderdaad om dat met een URV te doen. Helaas vanwege de omstandigheden is dat niet gelukt. Maar hebben we wel precies dezelfde techniek kunnen toepassen, fotogrammetrie, die we normaal gesproken ook met een drone zouden doen. Er zijn ruim 6000 fotobeelden geschoten, allemaal met 24 megapixel camera's. Dat zijn enorm veel bestanden, heb je het dan over. Gecombineerd met 48 ground control points zijn die eigenlijk verwerkt tot één 3D-model. En de gemiddelde afwijking van dat model, zoals Jordi eerder ook al zegt, is 39 mm ten opzichte van 122 gemeten controlehoogtes. En daarvoor heeft het Sky verschillende modellen opgeleverd. Heeft Jordi ook al gezegd, eentje op 10, eentje op 20, eentje op 50 en eentje op 100 centimeter. Wat is mijn taak in het geheel dan? Ik ben verantwoordelijk voor de dataverwerking. Wat voor stappen ga ik dan langs als ik die fotobeelden krijg? Naast de fotobeelden die ik aangeleverd krijg door mijn collega's, hoorden ook GPS-posities bij. Die GPS-posities zijn vastgelegd vanuit de drone. Dus we weten de ongeveer exacte locatie waar de drone zich bevond op het moment dat de foto was genomen. Daarnaast hebben we ook andere parameters zoals de yaw, pitch en roll, waarmee je eigenlijk aangeeft wat de oriëntatie is van de UAV op het moment dat de foto is genomen. Foto's voeg ik toe aan een verwerkingsprogramma. Vervolgens zorg ik erbij dat de juiste GPS-positie terechtkomt bij de juiste foto. Dat is soms om behoorlijk uit te zoekerij, vooral als je 6000 foto's hebt. Vervolgens laat ik de software automatisch zoeken naar herkenbare punten. Dat wordt eigenlijk gedaan, het verwerkingssoftware pakt de eerste foto en gaat kijken naar 500.000 punten die hij kan vinden in die foto. Die hij betitelt als een punt die ik kan terugvinden in andere foto's. Vanuit al die punten die hij heeft kunnen vinden, maakt hij een puntenwolk, een grove puntenwolk. En vervolgens voeg ik daar de ground control points aan toe.
Die crown control points zijn door ons ingemeten met de RTK GPS. Dus daar kan ik van zeggen dat de nauwkeurigheid van die RTK GPS meting zeer nauwkeurig is. En na het toevoegen van die crown control points kan ik dus de puntwolk laten optimaliseren. Daar bedoel ik eigenlijk mee dat het model in zijn absoluutheid wordt gevormd aan de hand van de foto's. Echter, het model moet je natuurlijk wel plaatsen in de wereld. En dat doen we dus met behulp van die ground control points. Nadat de puntenwolk eigenlijk geoptimaliseerd is en getoetst is op zijn nauwkeurigheid, maak ik daar een hoge dichtheid puntenwolk van. En dat is eigenlijk een opvulling van de grove puntenwolk aan de hand van de informatie die je vindt uit de foto's. Vervolgens maak ik daar een mesh van, dus ik laat al die puntjes aan elkaar rekenen. Dan heb je eigenlijk een 3D-model netwerk. En het resultaat ervan is dat je daaruit een true orthofoto uit kunt genereren en een hoge resolutie digitaal terreinmodel. Yes. Ja, uiteraard. Ik ben bijna klaar. De quality control, ja, er zijn een aantal zaken, ik ga ze niet even opnoemen, want we hebben tijd te weinig. Dit zijn eigenlijk de zaken waar het model wordt getoetst, onder andere. En dit is nog een laatste afbeelding die ik wil laten zien van het Sofiastrand. Dat is dan de puntenwolk. Het is gewoon een afbeelding. Zoals te zien zijn dit allemaal losse puntjes. En het hele model bestaat uit 305 miljoen losse puntjes. En dat was de presentatie. Dank u wel. Zijn er nog vragen? APPLAUS